Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 30 mei. Op de satellietfoto zien we wisselende wolkenluchten boven ons land. Vanochtend kan het lokaal nog nevelig zijn, verder is het dus overwegend bewolkt. En vooral in het oosten valt lokaal een enkele bui. De wind is zwak tot matig vanuit het zuidwesten en neemt in de loop van de dag toe tot matig windkracht 3 tot 4. Aan zee kan het vrij krachtig waaien. En verder is het met 19 graden aan zee tot 22 in het oosten van het land minder warm. Vanavond blijft het droog, zijn er opklaringen en zwakt de wind geleidelijk aan af. Morgen zijn er flinke perioden met zon en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noordwesten van het land tot 23 of 24 in het oosten. En het blijft dus droog. De dagen daarna hebben we ook nog vrijwel droog weer. Donderdag en vrijdag draait de wind naar het oosten. En op vrijdag wordt het weer zomers warm met 23 tot 26 graden. Maar op zaterdag neemt de kans op een enkele bui weer toe. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.